Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Chatmo. We zijn er weer. Ik ben vandaag weer met QC. Ja, we zijn er. Lekker man. Ik wou net zeggen, dat was wel een lange stilte. Ik vond het zo mooi. Ik wist gewoon dat je naar mij zou kijken van joh. Ga je nog praten? Vandaag gaan we een challenge doen. Raad de stad tegen QC. Yes. Ik heb 20 steden van tevoren genoteerd. Per stad heb ik ook 2 hints. Of misschien wel meerdere hints. Ik heb geen hints nodig. En wat? Bro, ik ben een wereldkenner, hè? Wereldburger. Oké, prima. Jij hebt geen hints nodig. Jouw zaak. Maar onthoud, als jij alle 20 de steden goed hebt. Ja. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar als het gebeurt, krijg je 50 euro. Maar kom op, ik mag wel een paar meer zitten, toch? Oké, okay, je mag er één. Je mag drie. Nee, je mag er één fout hebben. Per één die ik fout heb, gaat er 10 euro vanaf. Deal. Je bent een goede onderhandelaar. Ja, wel. Ik ga je de eerste foto laten zien. Oké, okay, als ik dit zie. Een beetje futuristisch. Het zou zomaar een Dubai-vibe kunnen hebben. Moet ik heel eerlijk zijn? Ja. Ik heb al niet heel veel van de wereld gezien. Nee? Nee, ik zat zomaar net te bluffen op wereldburger, maar ik zit elkaar. Ik wil een tip. Oké, de eerste tip. Je hebt nog niet heel veel aan de tip, maar 1,8 miljoen inwoners. De stad heeft 1,8 miljoen inwoners. Geef me een tweede tip. De stad bevindt zich in Maleisië. Jij doet alsof ik ooit in Maleisië ben geweest. Nee, ik kan je wel zeggen, als je het hoort, het is wel een bekende naam. Ik kan je nog een tip geven, maar dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Kom op man, het is de eerste. Er zijn dieren in Australië die in bomen zitten en ze zijn... aan welk dier denk je? Je hebt luiaard. Nee, het is niet luiaard. De koala. Ja. Ja. Meer zeg ik niet. Ik heb echt te veel tips gegeven. De stad heet iets met koala. Ja, maar wat? Zo, dat is moeilijk man. Koala. Ik denk dat ik hier bij de eerste 10 euro van de 50 euro pot ga trekken man. Hoezo? Het duurt heel lang. Bro, ik ben zin een grap met je te maken man. Oké, zeg het dan. Koala pooi. Kuala Lumpur! Dat bestaat niet, broer. Jawel, bro. Nee. Bro, je moet beter je research doen, man. Ben je nooit geweest in Kuala Lumpur? Het is Kuala Lumpur. Ja, dat bedoel ik, Lumpur, Lumpur. Nee, is het... nee. Kuala Lumpur, hey, man. Je hebt nog maar recht op 40 euro tot nu toe. Oké, de tweede. Dit ziet eruit als een moskee. Dus dan denk ik aan een islamitisch land. Laat ik heel even eerlijk met jou zijn. Ja. Ja? Je laat hier een bepaalde plek zien. Dat klopt. Dat ergens ligt in een stad. Ja. Dit kan toch overal zijn? Of is dit echt heel, is dit heel kenmerkend? Het is wel een hele bekende moskee in die stad. Zal ik de naam van de moskee noemen? Ja. Dat is de Sultan Ahmed Museum. Moskee, sorry. De Sultan Ahmed... Moskee. Moskee. Sultan Ahmed Moskee. Waar zou die staan? Ik wil niet alleen maar hints gebruiken, man. Geef me een tip, man. Geef me een tip. De stad bevindt zich... in 2 werelddelen. Wil je even eerlijk met mij zijn? Ja? Wist jij dit al voordat je dit allemaal op Wikipedia zat te zoeken? Of daar ben je pas achter gekomen dat het ook in 2 steden lag? Ik heb gewoon mijn research gedaan op Wikipedia. Ja, toen kwam je er pas achter van, oh shit, dat is in 2 steden. Als in, geloof me, dit weet jij wel. Dat die stad in 2 werelddelen ligt. Weet je wat een werelddeel is? Ja. Ga je doen? Gewoon testen, broer. Oké, Turkije. Turkije is een land. Nee, maar ik bedoel, in Turkije heb je ook steden. Dat klopt, maar welke stad is jouw final answer? Maar Turkije zit ik goed. Weet ik niet. Ik vraag hem jou... Istanbul. Dat klopt. Lekker man. Plaats nummer 3. Wat denk je? Plaats nummer 3 is easy. Easy? Ja. Ik wil Wacht. Een tip. Ik wil een tip. Je wilt een tip? Ja, voor de zekerheid. Oh, voor de zekerheid. Het is een stad, maar ook een staat. Dus het ligt in Amerika. Ik wil de tweede tip ook gewoon. Oké. Okay. Ik ben bang dat je mij op verkeerde been... Ik denk dat ik het 100% zeker weet. Dan ga ik je nu wat grappigs vertellen. Deze stad grenst aan de Zuid-Chinese zee. Ik hoorde je net Amerika zeggen. Goed dat ik je die 2 tips geef. Ik twijfel aan Hongkong. Ja. En mijn Zuid-Chinese zee. Ik weet niet precies waar de Zuid-Chinese zee zit. Ja, ik denk zuiden van China, maar ja, dat is maar. Ja, oké. Maar ik weet niet of China in elkaar zit. Nog een? Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik twijfel daar tussen en tussen. Hoe heet die andere nou? Ik weet niet of het Singapore is, maar het is ook zo'n stad die. Het lijkt heel erg op New York. Maar oké, ja, had ik één van die antwoorden goed die ik net heb genoemd? Jazeker. Besef, dit geef ik je gewoon uit liefde. Hongkong. Dat klopt helemaal. Yes! Ik had al die twijfel, ik wist het al, maar je gaat twijfelen, man. Weet je hoe moeilijk dit is? Ja, is gek, hè? Je weet het al van binnen. Stap nummer 4. Je ziet sowieso wel iets herkenbaars. Ik zeg eerlijk, ik vind het leuk, man. Natuurlijk vind je dit leuk, want jij weet alle antwoorden. Je kan al 40 euro winnen. Het ziet er een beetje oud uit. Geef maar een tip. Het is de 2e grootste stad van het land. Bro, dit dik veel man bro. Ik ben al blij als ik alle hoofdsteden ken van elk land. Dan geef ik je nu de 2e tip. De stad ligt in de regio Catalonië. Waar denk je nu aan? Aan Madrid.
Je had maar één taak, bro. Oh mijn god. Ben je serieus? Nee, ik ben niet serieus. Jawel, je was nee, ik was niet serieus. Oprecht. Maar wat dan? Barcelona. Je zet jezelf heel snel recht hier zo. Nee, ik zet mezelf niet recht. Wow. Je geloofde me niet. Nee, ik dacht dat je het echt fout had. Tuurlijk niet. Stad nummer 5. Zo, geef me een tip. Ook deze stad is niet alleen een stad, maar ook een staat. Oké, en waar ligt het? Bij de tweede tip kan ik je helaas niet vertellen waar het ligt. Maar ik kan je wel zeggen dat het 5,4 miljoen inwoners heeft. Is het Amerika? De laatste tip die ik je ga geven, het ligt in Azië. Ja, alsof ik alle staten en zo uit Azië ken. Bro. Wat voor gevoel krijg je? Het is een, wat zei je net, een moderne stad, toch? Ja, wacht, Singapore. Singapore, hè? Ja, man. Nummer 6, nieuwe stad. Oké, nieuwe stad. Ga je meteen raden? Nee. Ik zal een tip geven. Deze twee artiesten die ik ga opnoemen, komen uit deze stad. Dat zijn Polo G en Lil Durk. Chicago. Ja, man. Oké, stad nummer 7. Bro, dit is... Ja, bro, dit is Londen. Dat klopt. Dat is Londen, man. Hier heb ik mijn wijfje ten huwelijk gevraagd. Ik was nog even benieuwd of jij het zou herkennen. Stad nummer 8. Wat is dit dan? Geef me een tip. Ja? Rio de Janeiro, wat is de Brazilië? Denk je dat ik dom ben? Wii U, hij heeft ongeraden. Tuurlijk, denk je dat ik... Bro, ik zag het al toen je die telefoon aan mij gaf. Dat herkent iedereen, bro. Als je dit niet kent, dit is alsof je, zeg maar, de Eiffeltoren ziet. Ja, oké. Okay. En je herkent het niet. Okay. Dit is zo nostalgisch. Nog, zo, god, sorry. Nostalgie. Dit is zo nostalgisch, dit. Nummer 9. Meneer Mohamed Rashid. Ja? Ik heb een hulplijn nodig. Oh, hoor je dat? Wow. Oh. Was dat jouw nek? Dat was mijn nek. Was misschien de andere kant ook nog. Oh. Oh, dat is pijnlijk, man. Moet ik jouw nek komen? Nee. Bro, geloof bro, mij, laat mij ook raken. Nee, ik durf waarom dat mag niet. Waarom mag jou niet raken? Nee, ik durf dat bro, niet. Je gaat jezelf vrij voelen, man. Nee. QC, dat gaan wij je gaat je voelen als Bambi die zijn moeder weer heeft gevonden, bro. Gewoon wij vrij. Gaan, nee, wij gaan dat niet doen. Nee. Nee, QC. Nee. Bro, je hebt echt een goede lange nek, man. Ik zou die echt willen kraken een keer, man. Nou, misschien ooit. Oké, sorry, we waren met een hele andere challenge bezig. Oké, deze stad staat bekend om het grote aantal kanalen en tempels. Nou, er zijn heel veel tempels in Azië. Ik wil eigenlijk geen extra tip, ik wil hem raden, man. Kan je het doen, maar ik weet niet of het zo verstandig is. Ik wil mijn gezicht niet verbranden, kom. Kom, bij welke tip? Deze stad bevindt zich in Thailand. Zo. Nu is die brein aan het kraken, hoor. Of hij is nu weer aan het doen alsof hij gaat hem niet zeggen. Zeg het maar. Ik kan nu gewoon geen enkele stad in Thailand opnoemen. Ik zal wel even in mijn hoofd gewoon nog even 15 seconden aftellen, misschien 10 zo. Hoezo geef je mij tijdsdruk? Omdat ik het gewoon te lang duur. Nee, maar zo werkt het heel te lang duren, man, bro. Ja. Ik geef jou gasvrije ruimte in mijn kamer hier. Alles hoe ga je dat er ineens bij halen? Hoe ga je dat erbij halen? Oh, hoe heet het nou ook alweer, man? Heet toch die ene stad? Ik weet het. Hoe heet die ook alweer? Welke letter begint het ook alweer? Ik weet het niet, man. Je wil geen letter geven? Nee, echt niet. Je geeft mij geen letter? Nee. Je gunt mij geen letter? Nee, man. Hij gunt geen letter. Hij gunt gewoon geen letter. Een letter waarmee die eindigt? Hij eindigt op een K. Hij eindigt met een K. Meer ga ik ook echt niet weggeven. Sorry, man. Bangkok! Nee! Shit! Oh, ik schrok gewoon net. De schok, ja. Ja, wow. Stap nummer 10. Dat lijkt verdacht veel. Op de Eiffel Toren. Dat klopt. Weet je waar dat ligt? En weet je waar dat ligt? Ik weet waar het ligt. Dat ligt in Parijs. Is Parijs je antwoord? Lijkt je me nou gek lijken of niet? Je hebt hem gewoon goed, bro. Ja, maar je liet me bijna denken dat dit een andere toren was. Want je zegt van is Parijs je antwoord? Dat is toch mijn antwoord? Als ik het goed heb, dan kan je toch zeggen is goed? Oké, maar... Dus Parijs? Nee. Wat dan? Je hebt het fout. Wat is het dan? Yes! Bro. 4 donnies is ondertussen 3 donnies geworden. Maar wat is dit dan? Tokio. Is dit niet de Eiffeltoren? Ja, dat is een Eiffeltoren gemaakt door mensen uit Japan. Dit is geen Parijs, man. Dit lijkt niet eens op Parijs. Nee, dat klopt. Maar ik zat alleen die focus op die Eiffeltoren, man. Jammer, man. Ik vond het wel grappig hoe jij zei. Dat is Parijs. De volgende. Waar lijkt dit op? Dit lijkt vandaag veel op Dubai. Is dat ook je final answer? Nu ga ik twijfel alles bij jou nu, maar ik vertrouw heel deze challenge niet meer, man. Maar moet wel, man. Ja? Ja. Dat klopt helemaal. Echt? Ja. Oké, ik wou net zeggen, want nu ik vertrouw je ook niet meer, hè? Nee, je zag, bro, dit was echt een te makkelijke foto. Ik zeg eerlijk, ik vind dit echt een leuke. Ik ben echt benieuwd of jij dit kent. San Francisco. Ja, man. Hé, hey, snel gedaan, man. Snel, hè? Geen tips nodig. Dan krijg je weer 10 erbij, toch? Nee, dat hebben we nooit gezegd. Wat, San Francisco. Er is hier ook een wereldhit over geschreven.
Nee, jullie horen hem nu heel even, man. Cannon Disco, Sound System. Ja, stop maar. Een geflopte nummer. Ga je dat echt in laten? Ja, tuurlijk. Dat is toch een flop, bro. Normaal kom ik met die real rap shit. Pak miljoenen streams. Ja, okay. Ik denk, laat me een leuke commerciële hit pakken. Bro, momentant hebben we het geluisterd. Oké, we gaan door naar de volgende. Oh, dit is het Rode Plein, toch? Wat is het Rode Plein? Dat is Moskou. Dat klopt helemaal. Ja. Ik weet ook wat het Rode Plein is, hoor, daarvan. Ja. Alleen... ja, wist je dat? Ja, ja, serieus. Nee, maar wist je dat echt? Ja, toen ik Moskou had gegoogeld. Ja, tuurlijk, toen wist je dat op dat moment. Maar daarvoor niet? Nee, daarvoor niet. Dat klopt. Oh, deze man wil professioneel spelen. Hey, ik ben op een streak, man. Ja, man. Heb je die geld bij je? Laat me een pocket checken. Waar is die money? Ik heb een donnie bij me. Maar dat is niet genoeg. Jawel, je gaat er nog 2 fouten hebben. Oké. Okay. Hier. Dit is dan wel Parijs, toch? Ik hoor gewoon een final answer horen. Dan heb ik zeg maar die bevestiging. Tip, want jij hebt mij al net gefresh met Parijs. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe, oh. Dat is zeg maar een bezienswaardigheid in die stad. Bro, doe nou. Zeg even dat je dit allemaal hebt geleerd en op Wikipedia. Doe niet alsof jij zeg maar dit weet. Ik ken dit woord gewoon. Ken je heel de Arc de Triomphe hiervoor? Ik weet dat, ja, zeker. Ken je nog een tip? Nog een tip? Ja. Notre Dame. Ja, Notre Dame. Dus Welke stad is dat, jongen? We zijn sowieso in Frankrijk. Dat is een mooie aanname. Bro, ja, ik zou willen gaan voor Parijs. Maar ik ga nu gewoon aan mezelf twijfelen. En ik ga steeds meer dingen vergeten, maar ik heb vroeger best wel veel geleerd over Frankrijk, man. Ja, maar ik zeg eerlijk, je doet het moeilijk. Ik zeg het gewoon. Parijs? Dat klopt helemaal. Oh, deze is een leuke. Ik zeg eerlijk, ik herken dit. Jij herkent dit? Ja, maar ik herken het door een film. Welke film? Zal ik eerst de 2 tips geven en daarna kan je die... Geef de tips. Het is de hoofdstad van een Aziatisch land. En de 2e tip zal ik je ook meteen meegeven. De film waar ik dit in heb gezien is Karate Kid. Waar waren ze bij die film? Die ligt in China. Dat klopt. Oh, waarom zeg ik dat? Oh, deze man. Hij heeft mij gepakt. Besef, ik heb China en hoofdstad al gezegd. Wat is de hoofdstad van China? Deze krijg je gewoon, zeg het maar. Wow, ik ben gewoon even de hoofdstad van China kwijt. Is niet erg, hè? Er zijn veel steden in China. Volgens mij hebben ze ooit een Olympische Spelen daar gehouden. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Ik kan je nog een tip geven. Het begint met de B. Je bent grappig. Oké, ga door dan. Is het Peking? Ja. Peking of Beijing? Beijing. Ik zeg geen Peking. Peking is het Nederlandse woord voor Beijing. Ja? Ja. In Nederland zeggen ze vaak Peking. Peking. We gaan snel door, volgende. Is goed. Nummer 16 alweer. Oh, dat is ver weg, hè? Ja, het is ver weg. Het is heel ver weg. Heel ver. Ja? Staat? Staat. Of Sydney? Ah, staat of Sydney. Goeie, ja, Sydney. Ken je deze? De volgende meteen? Zo, dit is een... Kathedraal. Toch? Ja, dit is in... Geef me tip. De 2e stad van Italië is dit. Oké, dit is dus geen Rome. Het is de 2e stad van Italië, broeder. Dat is geen Rome. Maar dan is het... Ik kan je een tip geven. Oké. Okay. Enzo Knol. Enzo Knol heeft huis gekocht daar. Zeg, ik zweer die... Het kwartje valt niet. Bro, als je nu met iets achterlijks gaat komen... Nee! Wat heeft Enzo Knol met Italië te maken? Als je Enzo Knol kent, dan ken je ook... Oh, bro. Bro, zoek je het zo ver... Ja. Zoek je het zo ver? Dan moest ik het anders verwoorden. Zoek je het zo ver vanwege zijn broer? Ja. Die heet Milan. Ja. Dus dan moet ik denken aan Milaan. Ja. Ja, is een goede tip, maar als ik aan Enzo Knol denk, denk ik niet gelijk aan Milan. Ja, ik zei nog, als je aan Enzo Knol denkt, denk je toch ook... Jawel. Ja, oké, Milaan. Ik had nooit geweten dat dit in Milaan had gelegen. Nee. Nee, jij wel? Ja. Nee, oké. Oké, zie je, ja, sinds vanochtend, sinds je op Wikipedia hebt gezeten. Misschien niet door de foto, maar wat is anders in de 2e stad van Italië? Deze heb je toch wel? Snel denken. Ja, kan. Ik heb het al gezegd, hè, vandaag. Ik beantwoord vanaf nu geen vragen, man. Dit zijn nog namelijk de 3 laatste vragen. En ik wil wel gewoon dat je iets fout gaat hebben. Zodat ik er goed vanaf kom. Tokio kan het niet zijn. Voor mijn gevoel is dit Shanghai. Is dat ook je final answer? Nou, misschien denk ik nog wel een tippie. In dit land is Samsung en LG gevestigd. Daar is dat volgens mij ook ontstaan, zeg maar. Waar is dat ook alweer? Ik dacht dat Samsung zeg maar wel gewoon in Amerika was, maar blijkbaar niet, man. En nog een tip, de 2e tip meteen. En de auto's, Hyundai en Kia ook. En nog een tip, ze lopen voor op technologie. Hoe heet dat ook alweer? Dit is een tandtoe-rijke stad. Zo, dat... Superrijk. Zeg dat wel. Bijna futuristisch. Zo, zeg dat wel. Maar die foto liet niet zien dat het futuristisch was. Ja, nee, oké, klopt. Nog een tip.
We hadden het er een keer over om misschien gewoon ooit daar naartoe te gaan. Omdat ze gewoon zo... Ze lopen daar echt voor op technologie. Ja, ik ben die naam kwijt. Het ligt echt op het puntje van mijn tong, maar ik kan het niet meer benoemen. Ah, het zit ergens in mijn hoofd, maar het komt er nu gewoon niet uit. Ik heb gewoon brain freeze, zeg maar. Ik ben blij, hè? We kunnen alvast zeggen dat de 30 euro is verlaagd naar 20 euro. Heerlijk. En de stad is... Seoul, hoofdstad van Zuid-Korea. We wouden naar Zuid-Korea, ja, maar de stad, man, ja. Wat is de hoofdstad daarvan? Seoul, ze lopen daar echt voor op technologie. Ja, man. Dus daar is maar bijvoorbeeld... eerlijk, Marco, als je al tip had gegeven, hoofdstad van Zuid-Korea, had je het ook had ik niet geweten. Ik weet wel Zuid-Korea zelf, maar de stad maar, daarvan... Je hebt er nog twee te gaan, man. Twee te gaan, dus ik kan nog geen moskee gaan. Oh, easy. Ja? Tuurlijk. Geef me een tip. Ah, hij zegt geef me een tip. Personage van La Casa de Papel. Ik heb echt niks aan deze kuttip van jou. Oké, dan heb ik nog een tip. Ja. De stad is in Scandinavië. Ik denk dat niemand in Casa de Papel Stockholm heet. Nee, dat klopt. Scandinavië. Je kent de stad sowieso wel, maar als in... Het is zeg maar, niemand praat over die stad. Waarom zet je hem dan ertussen als niemand erover praat? Dat is toch leuk? Ja, weet je wat, ik ben een goede jongen. Hoofdstad van Finland. Maar ik zeg je eerlijk, ik weet niet wat de hoofdstad van Finland is. Wees jij het? Van tevoren, eerlijk. Kijk aan. Geen gezichtverlies hier. Kijk mij aan. Wist jij, ik denk... Mohammed Rashid, wist jij, voordat je dit ging opzoeken, wat de hoofdstad van Finland was? Ik denk... Nee, ik denk. Wist je het, ja of nee? Ik ga je niet uitleggen. Ik denk als je mij, dus als ik in jouw positie stond, zou ik het ook niet hebben kunnen zeggen. Als ik het antwoord te horen zou krijgen, oh ja, natuurlijk zou ik antwoorden. Ja. Dus het is niet erg als je het niet weet. Bro, ik zit ineens even iets te denken. Ja. Dus je weet toch Casa de Papel? La Casa de Papel. Ja, die serie. Ja. Op een gegeven moment gaan ze natuurlijk die overval doen, toch? Ja. Op een gegeven moment komen ze daar binnen. Dan heb je die chick. Hoe heet die chick ook alweer? Die... Zo, ik weet het niet. Of die guy die altijd lacht. Die guy die altijd lacht. Ja. Die op die keeper van Marokko reek. Yeah. Hij heet Rio, denk ik. Dat was Rio. En dan had je die kale guy. Denk je dat ik hierin trap? Hij dacht dat ik het nu zou zeggen. Nee. Ik weet het niet. Ja, laat maar zitten. Laat maar zitten. Het antwoord is Helsinki. Helsinki, ja, man. Het komt je bekend voor, ja, het maar... Ja, heel bekend voor, bro. Ja, weet ik veel. De laatste. Het is of dit of niks. Dus, met wat ga jij naar huis, de heer QC? Of met wat blijf jij thuis? Is dit niet een stad waar wij heel graag naartoe willen? Welke stad dan? Geef je final answer meteen, zeg maar. Nee, geef een tip. Ik ga niet twijfelen. Hij is slim. De vierde stad van Noord-Amerika. En het is 8 uur vliegen vanaf Schiphol. Je hebt juist een foto gekozen. Dit staat in New York. Ik wil graag een duidelijk antwoord. Waarom ben jij zo? Waarom doe je altijd zo als een vieze quizmaster? Ik wil graag gewoon het antwoord horen. Nee, maar zo werkt wat het ook. Wat is jouw definitieve antwoord? Ja, zo werkt het ook helaas. Ja, dit is 100% New York. Dan moet ik je helaas teleurstellen. Deze 10 euro. Gaat ook niet naar jou toe. De vierde stad van Noord-Amerika is Toronto, Canada. 8 uur vliegen vanaf Schiphol. Oh bro, ik ben tantoedom. dit is die dingen die in Toronto staat. Ja man. Bro. Het is gewoon een bekende toren van... Bro, Dreek heeft hier nog die cover op. Bro, luister, deze man is vals. Laatst hebben we gekeken om samen naar New York te gaan. We gingen kijken, 8 uur vliegen. Nu gaat hij dit als tip gebruiken. Sorry man bro. Tuurlijk bro, maar dit is 8 uur. Ik denk, ik heb gewoon... Maar eerlijk lijkt het niet een beetje op New York. Ja, het zou elke grote stad in Amerika wel technisch gezien kunnen zijn. Maar ik dacht, door die gebouw moet je het waar kennen toch? Hé, gedaan met 10 euro? Waar zit 10 euro? Hij zit in mijn portemonnee. Ja, gaan we nog één keer zien? Deze. Ja. Dat is voor de huurruimte van deze... van deze mooie kamer. Hé, QC? Het was een leuke challenge. Oh man, ik voel me zo, soms voel je jezelf... Maar het was wel echt leuk. Het was wel leuk. Het was uitdagend. Het was uitdagend en ik ga denk ik binnenkort terugkomen op mijn kanaal. Ga ik ook 20 steden uitkiezen. Ik zeg je eerlijk, weet je wat ik net wou zeggen? Ik vind het jammer dat ik zeg maar niet die kans had om te gaan antwoorden. Ja, laat in de comments weten hoeveel jullie goed hadden. Natuurlijk zijn er een paar mensen die zeggen, nee ik alles. Niet waar, je liegt. Laat het weten in de comments. Laat het niet liken. Vergeet niet te abonneren. Laat het niet liken, maar wel liken. Oeh. Ja. Als deze video uit is gekomen, staat volgende week de revenge video online. Klinkt interessant. Ciao. Ciao.